Dag allemaal, de afgelopen twee lessen hebben we het gehad over de symbolen van toonhoogte en ritme en hoe deze op de notenbalk terechtkomen. We hebben het hier vooral gehad over het schrift en niet hoe muziek eigenlijk klinkt en dat is wel belangrijk. Daarom hebben we de komende lessen over toontaal en over ritmetaal en we beginnen deze keer met toontaal. De taal voor de relaties tussen de tonen noemen we ook wel solfa. En we gebruiken hier woorden voor die je misschien wel kent, namelijk do, re, mi. Misschien ken je ze wel uit dit filmpje. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Maar dit is echter niet helemaal gebruikelijk. In solfa zijn de woorden do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. En in tegenstelling tot de notennamen A, B, C, D, E, F, G hebben deze woorden geen vaste toonhoogte. Een C is altijd een C. Doe je niks aan. Maar een do kan elke toon zijn die je maar wil. Bijvoorbeeld deze. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Of deze. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Je hoort de toonhoogte is veranderd, maar de relatie tussen de tonen, die is hetzelfde gebleven. En zo kun je de afstanden tussen de tonen, ofwel intervallen, makkelijker onthouden. Yo, mijn meester, dit is toch vet onhandig en extra moeite als ik al een notenbal kan lezen. Ja, het is wat extra moeite, maar je geeft tonen een context. En die context kan je helpen om muziek toegankelijker te maken in het luisteren of het spelen ervan. Een noot nu, die zegt niet zoveel, maar noemen we deze do, dan hebben we gelijk een beeld van waar deze toon hoort in de muziek. Dit was een korte introductie op solfa. We gaan hier nog op terugkomen. Succes met oefenen!